Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus aanstaande speel ik samen met mijn echtgenoot, acteur Tom van Landuit, de voorstelling Kreutzer Sonate als het verlangen maar stopt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Wij hebben deze voorstelling het afgelopen seizoen al zeer succesvol opgevoerd in België. En we verheugen ons dan ook enorm om het nu aan het Nederlandse publiek te tonen. Het is een verhaal over hoe jaloezie een huwelijk kapot kan maken, gebaseerd op de novelle van Lev Tolstoj uit 1891. En wij brengen dit samen met twee klassieke muzikanten van wereldformaat, pianist Nicolaas Kende en violiste Jolente de Meijer, laten Beethoven, Bach en ook Arvo Pärt tot leven komen. De muziek kruipt werkelijk onder uw huid. Ik beloof u een zeer beklijvende voorstelling. En wij hopen u te mogen verwelkomen. Tot ziens in Den Haag.